Voor vaarbewijs deel 1 krijgt u te maken met het Signy betonningssysteem. Alle binnenwateren heb je te maken met het systeem. Nou, dat is een afkorting van een Frans woord. Ik ken geen Frans, brand ik mijn hand ook niet aan. Binnenwater, allemaal het Signy systeem. En vaart u op zee, dan krijgt u te maken met een ander systeem. Dat vertel ik u bij vaarbewijs deel 2. Nou, IJsselmeer, Markermeer, binnenwateren of zee? Binnenwateren, Signy. Waddenzee. Bent u een open verbinding met de Noordzee? Ja. Geldt het zichtingssysteem niet? Geldt het andere systeem? Oosterschelde. Nee, daar hebben we die dam, hè? Binnenwateren. Zichtingssysteem. Westerschelde. Ja, daar kunt u zo een zee op varen. Andere systeem. Zichtingssysteem. Alle binnenwateren. In het Signy-systeem zijn ook weer twee soorten. We hebben het laterale stelsel, we hebben het kardinale stelsel. Nou, het laterale stelsel staat aan de zijkanten en het kardinale staat in het midden. Dat is de wrakbetonning. Daar kom ik zo meteen op terug. Ik heb twee soorten. Ik heb rode tonnen en ik heb groene tonnen. Nou, die rode tonnen zijn stom van vorm en die groene tonnen zijn spits van vorm. Waar is dat voor? Bepaalde afstand zie je de kleuren. Ben je verder weg, wordt alles wat grauw. Ik kan wel zien of hij stomp is of spits. Een ton of een boei kan een topteken hebben. Dat hoeft niet, maar dat kan. Die rode stompe ton, die heeft dan een rode cilinder. Die groene spitse ton heeft dan een groene kegel. Spits, spits, stomp, stomp. Allemaal hetzelfde. Er zijn verschillende soorten. Ik kan hebben een belboei. Nou, u raadt het al, daar zit een belletje in. Tingelingeling, nee, kunt u hem horen. Ik kan hebben een brulboei. Dat is vooral handig met mist. Dan kunt u hem horen. Ja. Raconboei. Die vraag is nog helemaal niet geweest op het examen. Maar dat zou zomaar eens kunnen. En zo'n vraag over de boei, over de tonnen, zijn gewoon allemaal drie punten waard hoor. Wat is dat? Nou, er zit een klein elektronisch kastje op die boei. En er zendt een signaaltje uit. Die man die op radar vaart, die ontvangt het signaaltje. Die geeft een morsecode mee. Letter R, ik noem maar wat. Puntje, streepje, puntje. Dan ziet die man op zijn scherm, ziet hij een puntje, streepje, puntje. Dat staat ook in de kaart. Dan kan hij hem herkennen. Een raconboei herkent hij op radar. Sparboeien. Allemaal hetzelfde hoor. Stomp, stomp, spits, spits. Kijk, dat is een sparboei. Waar is dat voor? Nou, als er veel stroom staat, dan leggen ze liever die sparboeien neer. Die zijn veel sterker. Alleen het nadeel van zo'n sparboei is natuurlijk, de zichtbaarheid is een beetje minder. Als veel ijs verwacht wordt, begint het een beetje november, december mee. Dan worden gewone boeien weggehaald. Leggen ze die sparboeien neer. En die zijn veel sterker. Ja? Alleen het nadeel, de zichtbaarheid is een beetje minder. Steekbakens, die kom je op tegen op de Waddenzee. Prikken. Dat noemen ze ook wel eens. Zeeland kom je ze ook tegen. Dat zijn boompjes, die hebben ze in de grond gestoken. Hebben ze stakken los, dan is hij stomp. Hebben ze stakken bij elkaar gebonden, of boven of beneden, dan is hij spits. Kijk, daar heb ik er een. Daar ook is hij stomp, die is spits. Kijk, daar heb ik er een. Prikken, steekbakens. Hoe werkt dat? Neem de rivier de Rijn. U kijkt met uw neus naar Rotterdam. En u staat met uw rug naar Basel. Dat is de richting, de betonningsrichting. Dus u rekent van boven naar beneden. Dat is de linkeroever en dat is de rechteroever. Neem de rivier de Rijn. U staat met uw rug naar Basel en u kijkt met uw neus naar Rotterdam. Dat is de linkeroever, dat is de rechteroever. Aan de rechteroever zijn de tonnetjes rood. Rode tonnen zijn stom van vorm. Er staat een nummer op en er is een even nummer. Aan de linkeroever zijn ze groen. Groene tonnen zijn spits van vorm. Er staat een nummer op en er is een oneven nummer. Zo ziet dat eruit. Rood, 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 groen, groen, groen. Dames en heren, dat heeft niets, maar ook helemaal niets met uw boordlichten te maken. Dat zijn dezelfde kleuren. Sinds kort, dat ik vroeger op de lagere zeeschool zat, hadden ze het over rode tonnen en zwarte tonnen. Nou ja, die zijn natuurlijk een beetje moeilijk te zien in het water. Die hebben ze een kleurtje gegeven, rood en groen.
had ook geel en blauw kunnen wezen. Het is appels en peren met elkaar vergelijken. U moet weten, wat is de richting? Dat is van boven naar beneden. Van een kanaal, dat vragen ze niet aan u op het examen, maar van een kanaal is van een hoger pand naar een lager pand. Het is altijd naar zee toe. Dat is de richting. Dat is de linkeroever, dat is de rechteroever. Aan de rechteroever zijn de tonnetjes rood, ze zijn stomp, er staat een even nummer op. Nou, ik ben al blij dat als u weet dat aan de rechteroever de rode stompe tonnen staan. Nou ja, dan kunnen ze vragen op het examen. 3 punten waard, hè. Dan kunnen ze vragen wat voor nummer staat er op zo'n ton. Nou, we hadden de laatste jongen op de cursus en die had een heel simpel ezelbril. Die staat helemaal nergens op. Maar dan weet je wel gelijk hoe het in elkaar steekt. Hij zei tegen mij, die rode stompe tonnen, die bestaat uit 4 hoeken. Ik zou niet weten hoe. Maar hij haalde op een of andere 4 hoeken uit. Even. Vergeet je nooit meer. Hij zei tegen mij, die groene spitsentonnen bestaat uit 3 hoeken. Ik zei niet weten hoe, maar hij haalde op een of andere 3 hoeken uit, hoor. Oneven. Vergeet je het nooit meer. En om het lekker makkelijk te maken, die nummering begint beneden bij Rotterdam. Dat is ton 1, ton 2, ton 3, ton 4. Helemaal bovenin bij Basel 10.131 en 10.132. Als u dit plaatje weet, dan kunt u alle vragen oplossen. U moet weten, wat is de richting? U moet weten, wat is de linkeroever? U moet weten, wat is de rechteroever? Aan de rechteroever zijn ze rood, stomp, even. Aan de linkeroever groen, spits, oneven. Heeft u hem? Nou, ik ga stroomopwaarts. En ik kijk naar links. Ga het niet van het weekend tegen uw kameraden vertellen. Nee, als u een borreltje op hebt. Maar dan zeggen ze, ga jij je schoolgeld maar terughalen. Maar kijk ik naar links, dan kijkt u wel naar de rechteroever. Hè? Er blijft maar 1 rechteroever. Er is maar 1 linkeroever. De linkeroever blijft altijd de linkeroever. En de rechteroever blijft altijd de rechteroever. Examenvraag. U vaart op een van de bovenvieren stroom opwaarts. Dus u gaat omhoog. Recht vooruit ziet u een rode stompe ton. Om in de vaargel te blijven moet u de ton aan bakboord of de ton aan stuurboord houden. C slaat nergens op. Wat staat hier? Er staat hier, u vaart hier stroom opwaarts. En terwijl u hier omhoog vaart, ziet u een rode stompe ton. En nou is de vraag aan u. Ik wil in het hoofdvaarwater blijven. Welke kant moet die ton passeren? Nou, dan gaan we kijken. Dat is de richting. Dat is de linkeroever. Dat is de rechteroever. Als ik ze broertjes erbij teken, dan wordt het een stukje duidelijker. Hè? Ja? Dan ziet u al. U gaat die kant op. U gaat stuurboord uit. Maar de vraag is aan u op het examen. Welke kant moet u die ton houden om in het hoofdvaarwater te blijven? U houdt die ton aan bakboord. Ga nou niet denken, ik hou die ton aan stuurboord. Nee, dat kan niet, hè. Een ton heeft geen bakboord, een stuurboordkant, hè. U wel, hè. U houdt die ton aan bakboord om in het hoofdvaarwater te blijven. Nog één. U vaart op een van de bovenrivieren stroom afwaarts. U gaat naar beneden. Recht vooruit ziet u een groene spitston. U wil graag in het hoofdvaarwater blijven. Nou, we varen van boven naar beneden. Groene spitston. Dat is de linkeroever. Dat is de rechteroever. Als ik ze broertjes bij teken, dan wordt het een stukje duidelijker. Hè? Ja? We gaan naar rechts. Maar de vraag is, aan welke kant moet u die ton houden om in het hoofdvaarwater te blijven? U houdt die ton aan bakboord. Hè? Verplaats u op de boot. Hè? Ga op de boot staan. Hè? We houden de ton aan bakboord. U heeft een reinreis heeft u geboekt en u wordt wakker en u kijkt vanuit uw hutje naar buiten en dan ziet u van die groene spitse tonnen. Kunt u mij vertellen welke richting Rotterdam op is? Is Rotterdam die kant op varen of als we naar Rotterdam willen moeten we die kant op varen? Dat kunt u bepalen, hè? Groene spitse ton. Groene spitse ton. U weet welke oever u ziet. Ziet u de linkeroever of de rechteroever? De linkeroever. Ja?
ticket op. Dan komt u bij Rotterdam terecht. Kribbakens. Allemaal hetzelfde. Hè? Hij is stomp van boven en die is spits. Rechteroever, linkeroever. Kribbakens. Kijk, daar heb ik er een. Kribbaken. Kribbaken, hé. Hey. Waar gaat die man heen? Gaat die man? Nou, stroom opwaarts. Gaat hij richting Basel of gaat hij richting Rotterdam? Hij ziet die groene spits. Kegel ziet hij daar, hè? Die kribbaken ziet hij. Ja? Hij gaat naar beneden. Hij gaat naar Rotterdam. Kribbakens. Als het water zou stijgen van die rivier, dan komen die dammen die komen onder water. Ja? Die strekdammen. Maar die schip van die grote boot, die kan aan de hand van de bakens nog steeds zien hoe de rivier loopt. Kijk, daar hebben die kribbakens. Aan de linkeroever zijn ze spits. Aan de rechteroever stomp. Aan de linkeroever spits. Allemaal hetzelfde.